Burgemeester Abu Talib van Rotterdam, u heeft zojuist overleg gehad met de verschillende verenigingen, Feyenoord en Ajax en de burgemeester van Amsterdam. Wat is het besluit nu voor de uitsupporters? Nou, wij constateren in ieder geval dat de afgelopen jaren, nu er geen uitsupporters toegelaten zijn, dat er in het gedrag van de supporters ook verbeteringen aan de orde zijn. Die willen we graag ook incasseren. Vervolgens is het zo dat de supportersverenigingen een plan hebben ingeleverd bij ons onder welke omstandigheden de uitsupporters toegelaten zouden kunnen worden. Wij vinden dat dat plan niet voldragen is. Het zit er onder bepaalde omstandigheden goed uit, maar het is nog niet wat het zou moeten zijn. Het geeft ons nog niet voldoende vertrouwen om te zeggen en nu kunnen we uitsupporters toelaten. We hebben ook daarom besloten om in ieder geval de bestaande situatie met één voetbalseizoen te verlengen. Tot en met het voetbalseizoen van volgend jaar, 2014-2015. Dus nog één voetbalseizoen, geen uitsupporters. In de tussenliggende tijd hopen we dat het enorm behulpzaam zal zijn als de minister van Justitie, die bezig is nu de voetbalwet aan te passen, dat hij ook met een wetswijziging komt die ons in staat stelt niet met een grove maatregel iedereen te treffen, maar uitsluitend die hooligans die zich misdragen tegen te kunnen houden. Dat zou bij dit hele proces enorm kunnen helpen. Dus voorlopig even één seizoen, geen uitsupporters. Ja. Dat instrument, wat bedoelt u dan precies in die voetbalwet, concreet? Wat we daarmee bedoelen is dat voetbalsupporters die zich misdragen of misdragen hebben of langere tijd zich misdragen hebben in allerlei politieregisters voorkomen in relatie tot voetbalgeweld, dat tegen Jantje en Peter en Ahmed en Mohamed kunnen zeggen, jij blijft in Rotterdam als Feyenoord speelt in Amsterdam, jij mag niet naar Amsterdam en je meldt je keurig op het politiebureau en je mag bij ons een kop koffie komen drinken. Dit is de Engelse voetbalwet, ik ben er geweest, ik heb gekeken, het werkt, het is doeltreffend. En wij hebben als burgemeesters van de betaalde voetbalsteden tegen de minister gezegd, kom maar eens met een wetswijziging, dat zou ons enorm helpen. En wij weten dat de minister werkt aan deze wetswijziging. Want nu is het dus alleen mogelijk om grote groepen zeg maar, in Rotterdam te houden als Feyenoord in Amsterdam speelt? Nu is het zo dat we zeggen niemand gaat. En dat vinden wij een te grove maatregel voor de toekomst. Eigenlijk zouden wij selectief, individueel die lieden willen treffen die zich gewoon misdragen en anderen moeten feest kunnen vieren. Dat is onze houding. Toch waren de supportersverenigingen van Feyenoord en Ajax positief. Ze zeiden, nou, het gaat een stuk beter, wij willen het graag weer. En ja, ze leken daarin ondersteund door de clubs. Wat was niet goed in hun plannen? Nou, het plan is gedetailleerd, ik ga daar niet op in. Maar waar het om gaat is dat het plan zoals het nu aan ons is voorgesteld, dat dat niet voldoende voldragen is en niet voldoende vertrouwen biedt, dat er in de toekomst ook geen ongeregeldheden zullen gaan uitbreken. En dat vertrouwen willen we wel hebben op basis van goede afspraken die de voetbalorganisaties en de supportersorganisaties met elkaar maken. En zover zijn we helaas nog niet. Maar kunt u iets meer inzicht geven op wat ontbreekt er dan? Wat wilt u horen van de supporters wat er nu niet in staat? Nou ja, hoe organiseren de supporters dat zij zelf orde in de hand hebben? Dat hun vriendjes en vriendinnetjes die meegaan zich niet misdragen, uit de groep treden en vervolgens rotzooi gaan trappen in de stad in Amsterdam of in Rotterdam en daarmee heel veel ellende veroorzaken. Wat is hun eigen kracht om bindend te werken en ervoor te zorgen dat hun eigen leden van de supportersverenigingen zich niet misdragen? Nou, ze beschrijven een en ander, maar wekt bij ons nog niet het vertrouwen dat dat ook inderdaad gaat werken. Afgelopen zondag had de NOS onderzoek, bracht het naar buiten over de kosten. Dat het ook een hoop geld kost om die uitsupporters toch te begeleiden. Heeft dat ook meegespeeld? De kosten zijn natuurlijk altijd een belangrijk punt van zorg. Maar laten we wel wezen, er is ook nog meer tussen hemel en aarde. Onze politie is er natuurlijk ook gewoon om ervoor te zorgen dat evenementen in onze steden kunnen plaatsvinden. Dus we kijken er met een schuin oog ook naar de kosten die we daarvoor maken. Maar het is niet doorslaggevend bij het nemen van dit besluit. Ja. Hoe groot is nu de kans dat na komend seizoen die supporters daarna wel welkom zijn? Nou, het hangt natuurlijk in de eerste plaats van het gedrag van de supporters zelf. Twee, het hangt er vanaf of de supportersverenigingen erin slagen om wel een vertrouwenwekkend plan bij ons neer te leggen. En heel belangstellend kijken we naar wat de minister doet met de voetbalwet.